Ik hoorde de heer Bontebal zeggen dat hij het belangrijk vindt dat mensen zich kunnen verplaatsen. Dat het land bereikbaar is, dat mensen hun omgeving, hun geliefden enzovoort kunnen bezoeken. Maar dan werd deze week duidelijk dat 1 op de 4 Nederlanders met een auto moet kiezen tussen autorijden, tanken en boodschappen doen. Zo slecht is het gesteld met de koopkracht in dit land. En op dit moment is er een verhoging aanstaande van de accijnzen op benzine. Dat gaat om 21 cent per liter. En dat betekent honderden tot duizenden euro's per autobezitter in Nederland. En dat gaat om tussen de 9 en de 10 miljoen mensen. Dus dat is echt iets dat alle Nederlanders bijna gaat raken. En we hebben met een aantal partijen hier in de Kamer gezegd, we willen die accijnsverhoging tegenhouden. En tot nu toe hebben we van het CDA nog geen bericht daarover ontvangen. Wil het CDA onze voorstellen om die verhoging van de accijnzen tegen te houden nu steunen? Kunnen de autorijders in Nederland op het CDA rekenen of niet? Heer Bontebal. Ik denk dat u een klein stukje van het debat gemist heeft. Want in een interruptie met mevrouw Hermans heb ik daar wel degelijk antwoord op gegeven. Dus ik heb gezegd dat wij sympathiek staan tegenover het voorstel. Maar ik vind wel dat we moeten kijken naar hoe de verdeling over arme en rijkere huishoudens is. Daar zit mijns inziens nog iets scheef. Tegelijkertijd zijn er ook natuurlijk de grenseffecten en de grote verschillen met Duitsland. En dat wil je ook niet te groot laten worden. Ik vind ook dat we aan het regionale OV iets moeten doen. Dat zou wat mij betreft ook tot dat pakket moeten behoren. En daarom heb ik de vraag aan collega Hermans gesteld van of er bij haar mentale ruimte zat om dat voorstel ook op dat punt nog uit te breiden. En ik ben ook wel benieuwd naar de dekking, want dat is, vind ik, ook nog wel even een puntje van de aandacht. De heer Baudet. Ja. Ik denk dat de heer Bontebal met een verwijzing naar een ander moment uit het debat, dan, oh, dan zou ik misschien onzeker worden, of dan gaan misschien de mensen denken van, oh, maar hij weet niet waar het over gaat. Maar het punt is natuurlijk, hij geeft er geen antwoord op. Er is geen dekking. Ja, natuurlijk is er wel dekking. Het is gewoon een kwestie. Er wordt hier nu verhoging van de belastingen voorgesteld op basis van de huidige situatie. Dus waarom kan de heer Bontebal niet duidelijk maken, is hij ervoor of tegen? Wil hij dit steunen of niet? Kijk, heel veel mensen nu die willen weten, waar staat het CDA? En dan zo'n verwijzing, ja, we gaan nog eens eventjes er naar kijken. En we gaan ook een volledig pakket waar ook het OV in mee wordt genomen. Nee, het is gewoon een heel simpele vraag. Als wij zo meteen een motie indienen om die verhoging van de accijnzen op brandstofauto's tegen te houden, gaat het CDA dan voor of tegenstemmen? Heer Bontebal. Ja, voorzitter, het is heel simpel. We behandelen nu een miljoenennota. Dat is eigenlijk een wetsvoorstel en een begroting. Als je ergens iets schrapt, moet er ergens anders iets bij. Dus moties waar geen financiële dekking onder zitten, dat is gewoon gratis bier uitdelen. Dus die zullen wij als fractie nooit steunen. Als u met een fatsoenlijke dekking komt, dan is het een redelijk voorstel. Dan kijken we ernaar en dan gaan we met de fractie kijken of we dat kunnen steunen. Maar ik heb u al mijn richting gegeven. Volgens mij was dat best wel duidelijk. Tot slot. Ja, ik ga toch nog even hier, want dit is nou typisch een politieke manier om niet antwoord te hoeven geven op een hele simpele vraag. Er ligt geen dekking onder. Een van de dingen die we hier doen in de Tweede Kamer is de richting van het beleid bepalen. Vervolgens, er is ontzettend veel geld beschikbaar. Niet alleen gewoon puur in de schatkist, maar ook op alle mogelijke manieren waar in de markt de financiële ruimte is. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat de heer Bontebal geen keuze durft te maken. Wil hij de autobezitters hier ruimte geven of niet? Heer Bontebal. Ja, voorzitter, ik kan mij van alles verweten worden. En dat zal ook vast de komende weken nog wel gaan gebeuren. Maar niet dat ik geen keuze durf te maken. Ook in ons verkiezingsprogramma zijn er allerlei keuzes gemaakt. Ik dien zelf ook een voorstel in om de vliegbelasting op dat punt aan te passen. Daar zou ook niet iedereen blij mee zijn. Dat is om de energierekening te verlagen. Dus ik maak wel keuzes. U zegt dat is een typisch voorbeeld van geen antwoord geven. Wat mij betreft is gewoon een typisch voorbeeld van netjes politiek bedrijven. Als je een voorstel doet wat geld kost, moet je gewoon even netjes het financieel dekken. En maar zomaar gratis het bier uitdelen, daar is mijn partij niet zo van. U volgt de betoog weer. Ja.